Ja, vandaag zijn we aanwezig op de open dag van Scouting Hank, waar een hoop bedrijvigheid is. Wat kunnen de mensen hier vandaag allemaal beleven? Ja, we hebben veel activiteiten, waaronder koken op het kampvuur. Buiten in het bos hebben we ook nog een stormbaan staan. We hebben een springkussen klaar voor alle kinderen die zin hebben om zich uit te leven. Ze kunnen bij ons de boot in klimmen om te leren om de zeilen te hijsen. En natuurlijk knopen kunnen ze leren door een schommelbank met ons samen te gaan knopen. Dit zijn gewoon pionierpalen, dit is gewoon touw. En we zijn nu een schommelbank aan het maken. Dat is de bank en hieraan wordt die vastgemaakt. Het is wel een speciaal knoop. Dit is een mastworp en daarnaast sla je hem gewoon zo omheen. Even touw. En dat doe je dan 3 keer. En dan moet je hem hier onderdoor halen. En dan haal je nog 3 keer zo. En is het dan net zo stevig als dat je er een schroef in zou draaien? Ik denk zelf dat dit steviger is. Zeg maar, dat dit beter blijft zitten. Dat dit sterk is. Wordt er gekookt hier vandaag? Een beetje popcorn gebakken en poffertjes. Op het vuur en je moet het schudden. Want anders brandt het aan en je hoeft er geen olie bij te doen of zo. Hoe groot is de vereniging? De vereniging heeft ongeveer 75 jeugdleden. En tel daar dan nog eens een 50 kaderleden, vrijwilligers bij op. En dan komen we toch wel op de 125 uit. Ja, een relatief grote vereniging voor scoutingbegrippen. En toch is er nog ruimte genoeg voor nieuwe aanwas. Is dat ook het doel van vandaag? Ja, voornamelijk het doel is nieuwe leden, maar ook een stukje bekendheid. Van wie zijn wij als Scouting Hank? En zo proberen we toch ook niet alleen jeugdleden, maar ook vrijwilligers binnen te krijgen. Ja, precies. Voornamelijk dat laatste hebben veel sportverenigingen ook mee te kampen om voldoende mensen aan zich te binden. Je gaf net al aan 50 kaderleden. Hoeveel vrijwilligers kunnen jullie daar nog bij gebruiken? We hebben voor alle vrijwilligers die interesse hebben om bij ons te komen plek. We zijn specifiek op zoek naar mensen die heel vaak leiding willen zijn bij ons. Dus eigenlijk elke week willen komen helpen. Want we hebben heel veel vrijwilligers die op de achtergrond meewerken. Maar we zoeken echt specifiek mensen die dus leiding willen zijn. Als mensen niet in de gelegenheid zijn geweest om jullie jaarlijkse open dag te bezoeken, waar kunnen zij dan nog terecht voor meer informatie? Sowieso op onze website www.scoutinghank.nl. Maar ze kunnen ook kijken nemen bij ons op de Facebook, Instagram of Twitter. Daar staat ook echt alles op wat wij doen.